Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Voetbalnieuws. Stengs die gaat niet naar Antwerpen, maar naar Feyenoord en uh, wij gaan even bespreken hoe dat in godsnaam heeft kunnen gebeuren. Uh, ook bespreken we kort even zijn carrièrepad en uh, wat zijn perspectief is in uh, Rotterdam. Uh, allereerst Tivar, hoe heeft dit in godsnaam kunnen gebeuren? Het heeft eigenlijk alles te maken met Arne Slot. Die heeft natuurlijk als uh, trainer van AZ anderhalf jaar uh, Stengs uh, gecoacht en dat, uh, dat is Stengs blijkbaar heel erg goed bevallen. Natuurlijk lopen spelers heel vaak met hem weg, maar uh, ja, Stenks die was zo goed als rond met uh, Antwerpen om daar een uh, lang contract te tekenen. Maar uh, Slot, die pleegt één belletje en die, uh, die weet Stenks te overtuigen. Dat ja. had ook te maken met salaris natuurlijk. Want uh, Stenks wilde hetzelfde verdienen als bij Nice. En dat was 2,5 miljoen euro en uh, daar wilde Antwerpen eigenlijk niet aan, maar Feyenoord heeft dat dus uh, wel geboden. Het uh, zal misschien om wel voor verscheven gezichten zorgen in de, in de kleedkamer bij Feyenoord. Ja, ja 2,5 miljoen. Dat is een flink bedrag voor Feyenoord begrippen. Het is uh, de vraag uh, wat de andere spelers daarvan vinden. Maar het zorgt er ook voor dat Stenks uh, vrij hoge verwachtingen krijgt om uh, toch te presteren na een minder jaar. Bij, uh, nou, het ging goed bij Antwerp, maar bij Nice viel het natuurlijk tegen. Dus uh, ja, het wordt afwachten. Kijken. Ja, precies. Ja, en het zegt natuurlijk ook wel wat over, over de financiële middelen van Feyenoord... die dan uh, ineens uh, nu met deze Champions League miljoenen... Uh, dit soort spelers dus kunnen ophalen... dit soort salarissen kunnen betalen. En uh, ja, we gaan zien inderdaad of hij die, of die dat beter uh, kan doen dan, dan vorig jaar. Bij, bijvoorbeeld bij Antwerpen heeft hij wel aardig gepresteerd. Bij Nice uh, ging het niet uh, je van het. Maar ja, hoe, hoe is dat een beetje verlopen eigenlijk bij Nice? Uh, zijn, uh, überhaupt zijn carrière verloopt? Nee, nou hij ja, vertrok natuurlijk in uh, 2021 voor 15 miljoen euro naar, uh, naar Nice... Um, ja, bij AZ speelde Stengs altijd als een nummer 10 of een rechtsbuiten met een vrije rol. Maar in het, uh, bij Nice kwam hij terecht in een 4-2-2-systeem onder Galtier. Als linkermiddenvelder of rechtermiddenvelder speelde hij iets meer teruggetrokken. En uh, ja, dat legde hem geen windtijden. Hij had één goal en één assist en dat was best wel mager. Uh, zeker voor een speler die voor zo'n bedrag wordt, uh, wordt weggekocht. Um, ja, het het boterde dus niet bij Nice en dus uh, klopte Antwerpen op een gegeven moment op de deur. Uh, die wilden hem huren voor een jaar. Uh, en Stengs kwam bij... Antwerpen in een warm bad van, uh, van Nederlanders terecht Terwijl, terwijl dat, uh, dat Feyenoord toen volgens mij destijds ook al aan, aan Stengs gelinkt werd. Ja, ja, dat klopt. Alleen Feyenoord wilde toen op dat moment niet huren. En dat was de enige mogelijkheid voor Feyenoord. Omdat ze toen nog niet zoveel uh, geld konden uitgeven als dat wat ze nu kunnen. Maar dus uh, werd het dus Antwerp. En uh, ja, bij Antwerp kwam Stengs eerst als buitspeler binnen. Uh, maar als snel had Van Bommel door dat zij uh, zijn beter als nummer 10 konden gebruiken. Of... Uh, ja, of zelfs op de acht positie heeft hij gespeeld, heeft hij het gros van zijn wedstrijden zelfs gespeeld. En uiteindelijk is hij, ook qua rendement, heeft hij niet zoveel uh, teweeg gebracht. 1 goal en vier assists, uh, om precies te zijn. Maar hij was heel belangrijk in het, uh, in het creatieve aanvalspel van, uh, van Antwerp. En dat is denk ik ook een, uh, iets waar, wat bij Feyenoord uh, wel heel wat brood nodig is bij Feyenoord op dit moment. Ja, precies. Want bij Feyenoord natuurlijk uh, Simanski vertrokken. Ze zijn nog op zoek naar nummer 10, want ik denk dat voor de andere posities, dus bijvoorbeeld de nummer 8 en de rechtsbuitenpositie, daar komt hij niet echt voor in aanmerking. Nee, ja, de nummer 8 uh, die is bij Feyenoord dik en dik bezet. Uh, ze hebben daar zijn hoekje voor gehaald als vervanger van Kukje dan. Maar Van der Belt kan er spelen, Wiever kan er spelen, Timber kan er spelen. Uh, ja, en dus kom je uit bij de, uh, bij de nummer 10, denk ik. Omdat ook de flanken zijn flink bezet. Uh, vooral de rest buitenpositie waar Stengs dan natuurlijk bij AZ ook speelde: ja. met een zou Johan Baks, Walemark en uh, Diel uh, En dus gaat het waarschijnlijk de nummer 10 worden, omdat uh, ja, die vacatures staan nog open. De creativiteit hebben ze nodig. Maar één ding wat wel uh, vraagtekens bij mij oproept is of Stengs wel in het. Druk zetten van Feyenoord past. Want ik zie hem nou niet uh, die tweede centrale verdediger afjagen naast Gimenez. Uh, in zijn tijd bij AZ onder slot was hij natuurlijk ook af en toe wel eens nummer 10, maar vooral rechts buiten. Uh, en ja, linksbuiten, daar, daar zal hij ook niet uh, gaan spelen, denk ik. Nee, dat gaat hem niet worden, want slot staat er wel om bekend dat hij echt graag met een uh, rechtspot op links speelt, zodat uh, Hartman uh, de overlap kan maken. Dat is iets waar hij goed in is. Dat is iets wat Slot ook uh, in de tijd bij AZ, veel met Wijndal, zag je dat veel terug. Dat anteert uh, Slot dus ook bij Feyenoord, dat, uh, dat spelprincipe. Um, ja, en dus blijft de nummer 10 over. Voor die linksbuitenpositie, daar komt niet, hij uh, niet echt voor in aanmerking. Uh, daar zijn ze juist ook weer met een met nieuwe speler bezig, want Idris is vertrokken. Dus uh, ja, daar hebben ze nog wel iemand nodig. Ja, ja de, volgens de laatste berichtgeving is uh, Luca Ivanosec de man die, die het moet gaan worden. Uh, het betrouwbare fanmedium 1908 meldde dinsdagochtend al dat ze echt door gaan pakken nu. De uh, ging al wat lange tijd in de lucht, maar die komt nu wel echt met, uh, met de dag dichterbij. Um, ja, en verder zijn ze ook nog in de spits op zoek naar een, uh, naar een extra... Extra speler omdat Danilo die gaat vertrekken naar, naar Rangers, ja, dat, dat lijkt er inderdaad wel aan te zien te komen. Een goede deal, natuurlijk, voor Feyenoord. Een bedrag rond, rond de 6 miljoen is al geboden Er wordt wel verwacht dat er daar een akkoord uh, voor gaat komen. Maar uh, ja, het is te zien wat Feyenoord verder nog met de miljoenen gaat doen die ze vanuit de Champions League en vanuit Danilo binnen gestroomd hebben gekregen en ook vanuit Kuxu natuurlijk. Um, ja, en uh, we gaan zien hoe Stengs het gaat doen uh, dit seizoen bij Feyenoord en uh, waar hij gaat spelen. En uh, dan sluiten we hem bij deze af. Uh, vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan vooral niet te abonneren, te reageren en een duimpje omhoog. En dan uh, zien we de volgende keer.